en morgen de binnenstad in te nemen. Argenova geeft dan een grootse voorstelling om de vrede van Münster te herdenken. Het gezelschap bestaat uit zo'n 100 medewerkers en 30 vrije wagens. Eén maand lang trekken ze rond om de boodschap van vrede uit te dragen. Onze aanzet is de verzoek een friedliche boodschap onder de mensen te brengen. Wat aber niet heißt, alles moet schön zijn, moet alles friedlich zijn, sondern voor ons is vrede een toestand wat man immer versuchen zu spüren, zu verwirklichen. En dat is de grond, de hauptgrond, weil wir diese Argenova machen. De hele show bestaat uit 3 onderdelen. Eerst zullen de kunstenaars individueel door de binnenstad trekken. Daarna zullen zich groepjes vormen. En het hoogtepunt is een gezamenlijke voorstelling op de Ark van Noach, een speciaal ontworpen podium. En während des Stückes wird die Bühne aufgeklappt, die Türme nach oben, die sich auch markant unterscheiden. Durch eine Form, die vorne mehr rund ist und hinten mehr eckig, wo ich sage, vorne, das ist der Frauenturm, das ist der Männerturm, das ist der Bogen, das ist der Pfeil. De 50 kunstenaars komen uit verschillende landen. Daarnaast zijn ze van een verschillend pluimage. Er zijn schilders, acrobaten, muzikanten, noem maar op. Ik heb mich schon zum non-stop Musiker erklärt, weil ich also mit vielen verschiedenen Möglichkeiten von Instrument oder Ausdruck in die verschiedensten Bereiche zu gehen und die miteinander zu komponieren oder zu kombinieren. Ja. Hengelo ist die enige Plaats in Twente, die wird aangedaan. Zin hebben ze er dus zeker in. En tot zover het nieuws van 8 in de regio voor vandaag.